Brandweerman Jack van de kazerne Schiedam beleefde donderdag een bijzondere laatste dienst voordat hij met pensioen gaat. Niets vermoedend ging hij samen met de ploeg naar het Doelenplein in Schiedam. Eenmaal daar aangekomen bleken zijn eigen dochters in het water te liggen. Aan Jack de taak om hen te redden. Kort daarvoor waren zijn dochters in een duikpak in het water gesprongen in afwachting van hun redding. Onder toeziend oog van zijn collega's lukte het Jack om beide weer veilig op het droge te krijgen in zijn laatste dienst bij de brandweer Schiedam. Zo,